Ja, natuurlijk Vissie hier weer. En vandaag, het is weer zondag, dat betekent weer een hele nieuwe Q&A. En het is hekje 33 alweer, of de hashtag 33. En ik heb flink wat vragen staan, hartstikke leuk natuurlijk. Je ziet ook aan de video dat het wat een langere video is. Dat komt namelijk door de gameplay die ik gebruikt heb. Ik had gameplay gekregen van Bouke. En Bouke, hier had hij op de achtergrond een assault Moab. Iets wat ik nog zelf nog nooit heb gehaald. En het weer Moab dus. Dus ja, dat lijkt me ook wel eens een keer tof om dat te gaan halen. En daar zal ik dus ongetwijfeld ook een serietje voor bedenken. TZT, want ik ben natuurlijk bezig met de Road to TDM Moab. Wat nog best wel heel erg lastig is, aangezien MB3 natuurlijk best wel verneut is met mensen die gewoon kut spelen. Allerlei dingen doen die, zeg maar, normaal gesproken in het begin wordt dat nooit gedaan, zeg maar. Hoe langer een game uit is, hoe meer ze gaan kutten in die game. Dus ja, het is nog best wel lastig om dat te halen. Dus de eerste gameplay is van Bouke. Het was een beetje een korte gameplay eigenlijk, 8 minuutjes. Dus ik heb nog even daarachter een free-for-all potje van mij erachter gedropt. Op Underground, volgens mij best wel een vette comeback. Dus dat is ook leuk om te zien natuurlijk. En dus bij elkaar 13 minuten. Dus we gaan lekker aan de slag natuurlijk. Vergeet natuurlijk even een blauw duimpje omhoog te geven. Dat vind ik altijd heel erg fijn op de Q&A. Ik hoop echt wel weer gewoon 200 likes te kunnen halen. Vorige week was het een beetje skeer. Dus hoop dat het deze week weer wat beter wordt in ieder geval. Heb jij een vraag? Laat het even achter bij de comments. Je mag in principe alles vragen aan mij. En mocht het ook beantwoord hebben, dan reageer ik meestal op de comment even van, hey, dit heb ik al een keertje behandeld in een eerdere Q&A. Dus we gaan lekker over naar de eerste vraag. 2,5 minuut. Ja, de intro, dat maakt niet uit, want ik heb toch zat tijd. De eerste vraag is van HBK Boytje. Q&A. Wanneer heb je voor het laatst gevochten? Ik heb me echt niet erin gevochten. Echt gevochten? Ja, dat deed ik misschien een keertje op school. Vroeger. Van lagere school, middelbare school misschien een keertje iemand een puist gegeven op zijn bek. Maar ja, ik denk dat het echt wel. Ja, als je echt zegt gevochten, dat ik ook zeg maar wat teruggedaan heb, of diegene heeft wat gedaan. Ja, een jaartje of 20 geleden. Ja. Ja, ik ben wel een keertje aangevallen, maar ja, toen deed ik zelf niks, zeg maar. Dus ja, dan. Dat vind ik niet echt meetellen, zeg maar. Volgende vraag van Oewe Koezek. Wow. Hoeveel van de mensen die niet weten wat het achtergrondliedje is. Oh, dat is van vorige week natuurlijk. Q&A, hoeveel kots heb jij in totaal gespeeld? Nou, ik heb niet zoveel gekotst in mijn leven. Nee hoor, maar ik heb misschien wel eens een keertje de boel ondergekotst bij de auto. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar in ieder geval, hoeveel Call of Duty heb jij gespeeld? Ik begon eigenlijk met Call of Duty 4 en ik heb ze daarna allemaal gespeeld. World of War wat minder. Alleen. Ik heb daarna nog wel een keertje Call of Duty 2 gespeeld. 1 heb ik een keertje gespeeld. Die was een keertje op de Xbox uitgekomen. Op de Xbox, hoe heet het ook weer? Minigames, zeg maar. Dus daar heb ik een keertje op gespeeld. Alleen Call of Duty 3 heb ik denk ik niet gespeeld. Dus ik heb eigenlijk 1, 2, 4. Dan heb je, dat is MW1 hè, natuurlijk, 4. En dan heb je World of War. Dan heb je MW2, Black Ops 1, MW3, Black Ops 2. Zeg ik nou goed? Ik denk het wel. Ghost, Advanced Warfare. Ja, dus een 10 stuks. 10 Call of Duty's heb ik precies gespeeld. Dus ik draai wel redelijk lang al, zeg maar, mee met dit. Volgende vraag van Frank Heres. Leuke Q&A, Chris. Wat vind je op dit moment de leukste serie op je kanaal naast de Q&A? En wat vind je het minste? Dat is eigenlijk een gewetenskwestie meer. Want kijk, als ik upload iets, als ik het leuk vind, anders ga ik niet uploaden. Dus het is een beetje lastig, maar als ik zeg naast de Q&A vind ik wel trouwens de leukste serie, denk ik. Om te doen eigenlijk ook. Maar ik vind ook een commentary maken vind ik heel erg leuk. Al vind ik het jammer dat ik nu natuurlijk heel weinig dingen heb om over te lullen. Omdat we zo in zo'n void zitten, zeg maar, tussen Call of Duty's. Dus dan heb je gewoon even wat minder te vertellen. Maar wat ik ook leuk vind, is gewoon om af en toe te volgen. Dat vind ik heel erg leuk op mijn kanaal.
En wat vind ik nog meer leuk? Ik vind bijvoorbeeld, ja, het wordt echt heel matig bekeken, maar ik vind bijvoorbeeld mijn Sharpshooter-serie heel erg leuk om te doen. En Gun Game Serie vind ik trouwens ook heel leuk om te doen. Ik vind dat ze eigenlijk leuk omdat het gewoon party games zitten. Het gaat gewoon lekker nergens over. Het is gewoon lekker gamen. Lekker gamen. Maar wat vind je minste, denk ik, een serie? Ik heb niet echt een minste serie. Ja, misschien laat het achter wat jullie wel leuk vinden en wat jullie minder leuk vinden. Dan moet jullie eerlijk zijn als je zegt van hé, nou Chris, ik vind dat eigenlijk niet zoveel op jouw kanaal. Mag je dat gewoon hier achterlaten bij de comments. En ik zal je niet erop aanvallen. En je wordt ook niet geblokt hoor, geloof me. Je wordt niet geblokt. Nee, maar laat dat eens achter bij de comments. Dan, ja, dan kan ik misschien dat meenemen in mijn visie. Wat ik ga doen met mijn kanaal, snap je? Volgende vraag van Ken Girls Game. Hey Fishy, Chris hier een Q&A vraagje. Is het niet raar om tegen jezelf te praten? Om jezelf te horen, waarschijnlijk in een video. Dus dat je gewoon kijkt en hey, kijk nu zometeen deze video. En als ik me ingesproken heb, kijk ik terug en dan kijk ik naar mijn kop. En dan denk ik van, what the fuck, trek ik van die rare tyfusbekken. Hoe kom ik daar nou bij? Hoe kan je nou zo kijken in die camera? Ja. Ik weet niet, daar leer je mee omgaan, denk ik gewoon. Als je opneemt en je durft gewoon de eerste keer denk je van, hè, dat is heel raar om je eigen stem ook terug te horen natuurlijk. Maar, ja, daar wen je aan, zeg maar. Ik weet niet wat het is. Nou, je went eraan en daar leer je mee omgaan. En je leert ook beter in de camera te kijken bijvoorbeeld en dat soort dingen. En eigenlijk net te doen alsof je gamet met mensen om je heen. Zo moet je eigenlijk doen. Dus... Ja, dus in het begin is het in ieder geval heel erg raar om jezelf terug te horen, dat klopt wel. Maar daar ben je eigenlijk zo erg aan. En daar let ik helemaal niet meer op. Ik ben eigenlijk, als ik het erin zet en kijk van, hey, staat mijn geluid goed, snap je? Klopt het allemaal? Zit een beetje muziek onder? Hè? Dat vind ik gewoon heel erg belangrijk nu onder mijn video's, om het wat aantrekkelijker te maken. Bijvoorbeeld in wat een beetje trollmuziek of een beetje gewoon muziek. Of, dat vind ik eigenlijk nog heel belangrijk. En ja, hetzelfde mijn eigen terug horen, daar let ik helemaal gewoon niet meer op. Dus ja, ja. Eigenlijk ja. Ik weet niet. Nee. Nee. Is het antwoord eigenlijk. Volgende vraag. Mijn hele ding is anders geworden, jongen. Door dat Windows 10. Ik word helemaal gek van. Matthijs Visser. Q&A. Waar denk je dat je over een jaar staat? Waar denk je dat je staat over een jaar? Hetzelfde eigenlijk. Hè? Ik dacht bij mezelf vorig jaar van. Hey, mijn kanaal gaat lekker groeien. En het komt helemaal goed en zo. Maar ik ben heel eerlijk. Het valt me behoorlijk tegen eigenlijk tot nu toe. Ik had eigenlijk wel verwacht dat ik groter had geweest. Zeg maar meer kijkers en zo. Ik denk ook omdat het meer door het publiek komt op dit moment. Want er is natuurlijk is gewoon heel erg jong publiek. En jonge kijkers kijken naar jonge personen. Dat is op zich ook wel logisch natuurlijk. Dus ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat het ligt aan de verjonging of veroudering van het publiek. Ik denk dat daar is waar ik sta. Kijk, ik ga nooit stoppen. Dat kan iedereen. Mensen zeggen van, hé, je moet stoppen. Je bent oud en zo. Nou, fucking. Ik bepaal zelf wel wanneer ik ga stoppen. Dat ten eerste. En ten tweede, ik vind het gewoon hartstikke leuk om te doen. Ik heb hartstikke veel naar mijn zin. Ik maak elke dag met plezier video's. En natuurlijk vind ik wel dat af en toe gewoon het commentaar. Hè? Ik vind dat mensen, kijkers, meer commentaar mogen geven op mij. Hè? Positief en negatief. Hè? Het ligt aan hoe je het neerzet. Hè? Natuurlijk. Maar, ja. Het ligt aan jullie eigenlijk waar ik kom. Ja, als ik beter bekeken word, ja, dan sta ik beter later. Ik denk op zich dat ik goed bezig ben en dat ik mijn eigen verbeter en verander. En ik weet niet. Ik ben wel veranderd, denk ik wel, in de loop der tijd. Dat zeggen ook heel veel mensen. Ik rage misschien wat minder. Sommige mensen vinden dat minder leuk. Sommige mensen vinden dat leuker. Ja, ik weet het niet. Je verandert altijd natuurlijk. Dus het is een beetje moeilijk om te zeggen. Maar ik denk, waar ik sta, ligt... Natuurlijk aan mij, hè? Hoe ik met jullie omga natuurlijk. Maar het ligt ook vooral aan jullie eigenlijk als kijkers. Of jullie het leuk vinden en zo. En daarvoor heb je feedback nodig. En dat kan alleen maar doordat jullie dingen achterlaten bij de comments. Bijvoorbeeld. En natuurlijk liken. Aan likes zie je toch wel een beetje van, hey, vind je het leuk of vind je het niet leuk? Zo simpel is het eigenlijk gewoon. Volgende vraag. Van Joep Overtoom. Q&A. Wat vind je van MMO-games zoals League of Legends of World of Warcraft? Nou, ik vind het zelf eigenlijk helemaal niet aantrekkelijk om te spelen. Ik vind het eigenlijk heel erg saai. Ik vind het... Weet niet, het kijkt gewoon niet lekker. Ik vind het gewoon hele ouderwetse games als ik heel eerlijk ben. Als ik
poppetjes te verschuiven. Op een ding klikken en dan selecteren. Ik denk dan te veel aan Command & Conquer. Dat speelde ik vroeger altijd heel veel op PC. Command & Conquer, Red Alert, kennen jullie misschien wel. Ik heb trouwens World of Warcraft nooit gespeeld, maar wel Warcraft 2 Tides of Darkness speelde ik heel veel. Vond ik heel erg leuk ook trouwens om te spelen. Maar ja, ik vind het zelf nu voor mezelf, ja, vind ik het eigenlijk te saai en ik vind het te slow, zeg maar. Ja, ik weet niet. Ik vind het niks aan eigenlijk. Ik kan er ook niet echt naar kijken. Nee, het is niks voor mij. Sorry. Ik denk dat ik heel veel mensen nu zeggen van... Nee, het wordt wel zo leuk. Ik vind het echt niks. Ja, sorry. Volgende vraag van Mr. Glitches 12. Q&A. Wat is je lievelingseten? Nou, wat mijn lievelingseten... En met stip echt op nummer 1 is Chinees. Je kan mij lekker een Chinese rijsttafel of zo. Met allerlei dingen erbij. Of een Indische rijsttafel. Lekker met koeyuluk. Met chap choy. Met fuyonghai. En babi pangang. En dan lekker met nasi erbij. Heerlijk. En saté erbij. Ik ben je ook zo lekker vinden altijd. Soep bij de Chinees. Lekker kippensoep. En doe ik heel veel sambal in. Dat hij helemaal rood wordt en zo. Echt heerlijk. Heb ik gisteren toevallig Chinees gegeten. Hier thuis. En toen gingen we naar Balk toe, op aanraden van Paul trouwens. Moesten even naar Balk toe rijden, want Chinees in Lemmer is zeep, smaak met zeep. Lijkt wel net of er zeep in zit. Dus ja, dat is ook niks. Dus gisteren toen wel gegeten en ja, yes. Alleen dit is zo slecht voor je. Maar ja, het is wel lekker. Ja. Nou, kun je nog een vraagje beantwoorden? Ja, ik heb nog een vraagje. Heel snel beantwoorden. Pussy Gamers NL. Hele leuke Q&A weer, Vis. Nu mijn vraag, wat heb je liever dat Nederland de WK wint of dat jouw club Ajax de Champions League wint? Nou, natuurlijk. Is maar één antwoord op mogelijk. En dat is dat Nederland wint. Want dat lijkt me super vet natuurlijk. Gewoon Nederland is gewoon lekker. Gewoon voor iedereen. En feest vieren. En het lijkt me echt super vet dat Nederland wereldkampioen wordt. En het gaat heus een keer gebeuren. Maar niet de komende. Als ik heel eerlijk ben, de komende 8 jaar. Want tot nu toe vind ik zelf persoonlijk wat er in Nederland. Qua voetballers rondloopt. Hè, in het Nederlands elftal dan. Hè, zou ik zo zeggen. Vind ik matig tot zwak, zeg maar. En, ja, ik. Echt alle goede spelers die worden gewoon op dit moment gewoon een stuk ouder natuurlijk en ik denk dat we weer zo'n periode hebben zeg maar wat we ook rond 2002 hadden hè, toen kwalificeerden we ons niet voor het WK in wat was het ook weer? In het oosten maar dat ik denk dat we nu weer in zo'n periode zitten en nu zullen we ons wel kwalificeren want ja gelukkig de eerste drie gaan al eigenlijk naar het wat is het EK, hè? EK 2016? Nee, het is WK, trouwens, WK. En ja, dus op zich, ja, ik denk dat we een jaartje of 8 moeten wachten tot we in ieder geval weer sterk zijn. En dan hopen dat we een keertje een WK of een EK weer gaan winnen. Nou, de Q&A is weer over, de gameplay is namelijk bijna over. Dus ik zou zeggen, jongens, geef me een duimpje omhoog natuurlijk. En laat de vraag achter. Jezus, mensen, wat ik heb een spraak vandaag. Maar jongens, dankjewel voor het kijken, tot de volgende keer. En bye bye.